De Nationale Assemblée, DNA, heeft gisteren de toerismeraamwet en de wet Suriname Toerisme Autoriteit met algemene 33 stemmen aangenomen. Deze wetten moeten bijdragen aan de bevordering en regulering van de toerismesector in Suriname. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme zei na de aanname dat met deze twee wetten Suriname haar eigen Final Investment Decision heeft getekend. De bewindsman wees hierop omdat er nog steeds gewacht wordt op de FID van de olie- en gassector nadat Suriname 99 jaar een bauxietindustrie heeft gekend. En niet een gewone FID, voorzitter. We hebben altijd ons land, onze natuurlijke hulpbronnen, op een manier misschien weggegeven. En we moeten niet terugkijken. Maar dit is onze groene Eldorado, niet omdat we 93% groen zijn, maar omdat we als land een cultuur of verschillende culturen hebben die we verder moeten gaan blenden. En precies zoals we vandaag met 33 stemmen voor, zo moeten we ook in onze kracht gaan staan, voorzitter, dat wij toerisme tot een veel hoger niveau gaan tillen en dat wij als eerst Surinamers mogen zijn om dit product verder te gaan uitbreiden. DNA acht het van belang dat er in aansluiting op de ontwikkelingen in de toerismesector op nationaal, regionaal en op internationaal niveau een toerismeautoriteit wordt ingesteld. Ook moeten er regels vastgesteld worden ter definiëring, regulering, ordening en bevordering van het toerisme in Suriname.